Dat je denkt van, wat is dat nu? Wat heb ik nu? Voel ik het nu? Je zet er nooit van af. Hè. Je leert met angst leven. Hè. Dat is gelijk een hond dat in je leven komt. Hè. Je zet ermee aan het wandelen en die belemmert even je wandelgang. Maar op een bepaald moment zegt van, nee, je mag bij mij zijn, maar je gaat hier zijn. Naast mij. En ik beslis of dat we rapper gaan of trager. En dat is mijn angst ook zo. En angst is een goede emotie. Hè? Door angst zijn we op onze kievief om de dingen beter voor te bereiden, om de dingen beter te doen. Een mondeling examen voor te bereiden, een rijexamen, voorlezen of spreken voor het publiek. Angst is zeer goed, want angst zorgt ervoor dat wij in actie schieten als er ergens rook is, omdat we dan denken er is brand en dat we het huis uitlopen. Angst is een zeer goede emotie en dat wou ik allemaal heel hard... Eigenlijk wat we doen in ons hoofd als we angst hebben is van alles gaan groter maken. En dat, dat is allemaal in ons hoofd. En dan denk ik van ik ga die ratio zo groot maken in mijn boek dat die ratio overheerst. Dat je denkt van wat is dat nu en wat heb ik nu en voel ik het nu? En dat je dan denkt nee, het is eigenlijk gewoon de zuurstof die van je hoofd naar je spieren gaan om te kunnen vechten of te vluchten. Daarom voelde dat je spieren gespannen staan. Daarom heb je pijn in je nek. Daarom heb je pijn in je linkerarm. Dat is geen hartaanval. Goed, we gaan even voelen aan ons hart en we gaan goed ademen. Eigenlijk heel hard rationaliseren van wat er gebeurt. En dat hielp mij heel hard. En ik wou ook dat de mensen hielp. En dat ook relativeren van ik ben alleen. Nee, je bent niet alleen. Iedereen heeft er last van. Allee, iedereen. Heel veel mensen hebben er last van. Of kennen iemand die er last van heeft. En ook bekende mensen.